Dames en heren, het is tijd voor de ouderwetse crossbow challenge. Je raakt hem niet eens. Ik voel hem. Voor de mensen die het niet snappen, de bal moet op de lat. We gaan verschillende challenges doen en uiteindelijk gaan we zien wie de beste voetballer is. Tref je wedstrijd. Tref je wedstrijd. De eerste challenge is de crossbow challenge. Wie als eerst raakt. Niet slecht, niet slecht, niet slecht. Als jullie je afvragen wat voor shirt heb je aan? Wat staat hierop? Poging 2. Dit soort kansen, die moet je toch gewoon maken? Man. Hey! Niet mij. I love to chase the team. Mijn ballen gaan echt dwars over de net in. Goed gedaan. Lekker maat. Nee, dit is een wedstrijd, hè? Dit is een wedstrijd, maar we zijn team... Teamverband. Altijd teamverband. Altijd teamverband. 1 over Rick. 1 over Rick. Staat hier in beeld, of daar. Of allebei. Zoals jullie zien, hier staan 3 emmers. En Josh heeft net de willekeurige dingen verdeeld onder de emmers. Of hoe heet hij eigenlijk? Oh, Luc. Ja, ik dacht Josh. Ik dacht ook Josh. Kies er maar één. Jongens, de bal van mij wordt een... Fluffybal. Fluffybal, serieus. Dan kies ik deze. De rugbybal. Oké, en met deze dingen moeten we dus weer als eerste de lat raken. Omdat jij net gewonnen hebt, mag ik nu beginnen. Dat is goed. Misschien is het nog gewoon een 1-schot raak. De rugbybal is wel fijn. No, dat was niet slecht. Ik ben letterlijk in de fluffybal. Hé, hij matcht wel goed bij je schoen, hè? Dat lukt hem nooit. Waarschijnlijk stond hem niet eens meer in beeld. Rick, dit wordt hem. Flapdrol. Even motiveetje, hè. Kom, we staan er al op een voetbalveld, hè. Die lat is jouw vijand. Je schiet hem helemaal kapot. Komt ie dan? Als je mijn kop raakt, dubbele punten. 100 euro. Ja. Oh. Je moet gewoon daarin schieten, dan gaat hij weer naar rechts. Ja. Hoe kan dit nou weer net eronder? Daarom is het geen topspits. Oh. Ja, hij raakt hem. Hij raakt hem echt net. Het staat momenteel 1-1. Hoppatee. Ik leg de bal op de penalty stip en dat kan maar 1 ding betekenen. Penalty shootout. We mogen allebei 3 keer schieten en wie de meeste keer gescoord heeft, die wint. Zo! Die was echt onhoudbaar. Ja, doe dat niet zo professioneel. We weten allebei dat je amateur bent. Waarom dit nou? Oh, yes! 1-1. Shit. Oké, even serieus. Volgens mij doen professionele keepers veel eerder duiken. Dat ze de bal voor zijn. Ja! Wat is dit nou, Rick? Ik dook iets te vroeg, denk ik. Ik ga hem nu gewoon lekker losjes links in de bovenhoek knallen. Jesper kan toch niet keepen. Komt-ie. Ik heb hem! Het was gewoon echt een fucking slecht schot. Ik ben goed met een keeper, kom op. Hallo, we moeten nog mee. Hij is die hoek. Rick zijn slechte kant. Ja, ik zag je vinger gewoon. Ik ga in ieder geval in die hoek schieten. Oké, ben je er klaar voor? Ja, ik zou wel op de penalty stip leggen. Waarom? Ja, dat zijn penalties. Daar komt ie! Klem! Shit man! Er staat 2-1. Oké jongens, als ik deze hou... Dan hou ik hem gewoon. Jongens, mijn tactiek, kanon scoren. Ja, ik ga maar vliegen, want die gaat vol in de kruis. Gek! Ja! Lekker in de bovenhoek! Beter kan niet! Is het nou gelijk? We zijn nu gelijk. Nu wordt het echt spannend, jongens. Het wordt echt spannend. Shit! Shit! Over! Jeppie toch? Oh, jongen. Dit was slecht. Het winnende schot. Ze noemen me niet voor niks. Rick Haan. Shit! Peter Peasy Lemon Squeezy. Domme! Lekker gedaan. Rick heeft gewoon... Ja, dat ben ik trouwens. Abonneer en doei! Serieus, abonneer echt. Even serieus, we willen op dit kanaal ook de 1 miljoen abonnees halen. Ja, normaal zeg ik het rustig, maar nu gaan we het even serieus doen. Goed. Ik voel me op neer, hè?